Hallo reviewvrienden. Ja, gaat het goed met jullie? Dat is eigenlijk wat ik wil weten. Gaat het goed? Zo ja, mooi. Zo nee. Ja. Ja, doe er wat aan. Ja, ik kan er toch ook niks aan doen. Nou ja, goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft onze Ahmed opgestuurd? Ik ben benieuwd. Jullie ook? Taartjes van de appie uit de bonus. Stelt op, Ahmed. Oh, het zijn geen taartjes, het is cake. Cake. Is iemand dood of zo? Dit is kersencake. Dit is choco kokoscake. Dit is carrot cake. En carrot is Engels voor wortel. Ik vind dat de producten een beetje beginnen naar beneden te lazeren. Ik vind het een beetje makkelijk. Ja, je fietst naar Albert Heijn, haal drie stukjes cake. En dan stuur je naar Jan. En dan moet Jan er maar wat leuks van maken. Kijk, niet alleen vind ik het een beetje makkelijk om de hele tijd bij de Albert Heijn te gaan winkelen. Maar ik vind ook om dan met zo'n schrale bonus dingen aan te komen schijten, vind ik ook niks. En daarbij heb ik niet zo heel veel met zoet, zoals jullie weten. Ik voel zoet gewoon gereed aan. Ja, dat kan. Is niet erg. Er zijn heel veel mensen die het heel lekker vinden. Die de hele dag snoepen of koekjes zitten te vreten of heel graag taart eten. Ik vind er gewoon niet, ja, ik heb er weinig mee. En dan zeggen mensen, oh Jan, maar je hebt toch wel een hele dikke kop. Ja, dat klopt, maar niet van de zoetigheid. Want suiker bekoort mij niet. Nee, is gewoon zo. Dus ik was afgelopen weekend aan het eten. In een sterrenrestaurant. 7 gangen. Ik heb niet betaald. Dat kan ik niet betalen. Maar goed. En laatste gangetje. Een toetje. Ik zeg nee. Nee, doe me niet. Lekker gegeten. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik doe het niet. Ik heb bij mijn kaas. Met een liter port. Goed. En laten we die sompige cakeys dan maar gaan reviewen. Tenminste, ik mag leiden dat ze sompig zijn. Want een echte cake is nat. Zeg altijd maar. Een droge cake is niet te vreten. Dus een natte cake is prima. Is die natte cake dan heel lekker? Nou, weet ik niet. Ja, wanneer eet je nou cake? Ja, echt alleen maar op begrafenissen. Cake. Verschrikkelijk. 3 bordjes. Dan haal ik even een cake eruit. Dan kan de rest weg. Ja, nou, ik had het net over dat het nat moet zijn. Schot, vind ik, is het somper als de pest. Hier kijk ik wel het meest tegen op. Want ik vind kokos namelijk, laten we zeggen, rauwe kokos, een ongelooflijk overgewaardeerd product. Nou, ook leuk. En de carrot cake, moet ik eerlijk zeggen, carrot cake, worteltjestaart, vind ik over het algemeen wel te kanen. Waarom? Omdat het niet zo vreselijk zoet is. Kijk, het is niet zo dat ik per definitie elke vorm van zoetigheid uitsluit en zeg van nee, nee, nee. Want één keer in de maand koop ik ook wel eens een zak drop en die vreet ik dan in één keer leeg. En dan ben ik kotsmisselijk en dan hoef ik het heel lang niet meer. Dus er is dan wel een soort behoefte aan zoetigheid. Die heb ik af en toe, maar niet vaak. En carrot cake, worteltjestaart, is vaak niet meer zoet. Want meer zoet is niet goed. Dat rijmt. Vorige keer, ik begin wel met de kersencake, want dat was een beetje saai. Dus en daarna wordt het wat lastiger met choco en coco. En dan eindigen we met de carrot cake. Ja. Jongens, kijk, je kan wel nu kijken naar die review en denken van ja, het wordt wat minder allemaal. Ja, ik kan hier ook weinig aan doen, hè. Ik moet het doen met de rotzooi die ik opgestuurd krijg, ja? Natte kersencake. Ja. Hartstikke nat. Het is echt een hele natte cake. Dat maakt het dan wel weer oké. En daar hebben ze dan dus van die kersuit blikken of potten opgeflikkerd. Doet helemaal niks voor me. Doet helemaal niks. Ja. Ja. Het is cake. Ze hebben er nog wat amandelschaafsel op gemieterd. Maar het is allemaal zo nat dat het ook allemaal slap en soft is. Kijk, hier zit dan zo'n stukje kers. Van die kersen uit pot of blik. Helemaal vol met sap.
smaakt nog enigszins ergens naar kers. Heel ver in de... De taalzinloos cake. Nou gaan we over naar de volgende cake. De meer donkere cake. De choco cake met kokos. Nou, dat gaan we zien, want overal zit die witte troep opgelazerd. Zwarte cake, beetje witte cake, kokos erop. Ook verschrikkelijk dat. Nu droog. Maar wat overheerst. Die rappige stukjes kokos. Die rappige stukjes kokos overheersen. Zit dus de kou in, hoor je dat? Ken je dat? Dus kokos, wat gedroogde kokoskou? Dat je zo'n grindpad effect. Nou, dat smaakt dus allemaal. En dan hebben ze echt hun best gedaan om een beetje leuk verschillende kleurtjes cake te hebben met choco en gewoon. En het enige waarop je te kouwen is het gore kokos. Dit kan nog niemand lekker vinden. Het is één bak suiker. Die cake is zo nat dat je je afvraagt of je wel gaar is. En dan die gore kokos waarop je zit te kouwen. Gadverdamme. Ja, ik ben ook misselijk ook gelijk. Nou, dat gaat lekker, Albert Heijn. Jullie cake met kers is gereed aan. Jullie cake met kokos is werkelijk niet te bunkeren. En oom Jan staat bijna op het punt om boven het potje te gaan hangen. En dan moeten we nog de carrot cake. Dat is de enige die het goed kan maken, de carrot cake. Nou, doen we ook even snel. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben nou helemaal niet lekker. Dat heb ik er gewoon. Dat is ook een beetje het effect, de suiker op mij. Ik en suiker zijn geen vrienden, dus ik word er misselijk van. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld niet met bier. Wat is er met de carrot cake aan de hand? De carrot cake is niet meer en meer zoet. Ondanks dat ze de glazuurrippel hebben gesodemieterd. En daar hebben ze dan walnootjes op gegooid. Dus dan wel weer aardig. De glazuur. Of het glazuur. Verpest de carrotcake. Dus ik doe hem even een kwartslagje draaien. En nu doe ik een stukje van de carrotcake af. Zonder glazuur. Weet je wat glazuur eigenlijk is? Dat is gewoon poedersuiker met water. Met zo op mieteren. Dat is, het is gewoon puur... Ja, dat is een suikerdrap. Meer is het niet. Maar goed, carrot cake zonder glazuur. Ook lekker nat. Ja, kijk, je ziet wel stukjes wortel er nog in zitten. Dus even kijken of je dit. Hier zit een oranje stukje wortel in. Zie je dat? Dit is het worteltaart. Melig ook, hè. Helemaal melig. Ja, melig en nat. Maar wel het minst vies. Ik kan wel braken. Ik kan echt wel braken. Ik ben zo misselijk. Ik denk dat ik bij elkaar misschien één stukje op heb. En jullie weten ook wel dat het een hamburger was geweest. Dat ik ze alle drie gewoon in het kiesje had gedouwd. Maar nu heb ik dus eerlijk gezegd. Nou, hier heb ik een stukje van, daar een stukje van, daar een stukje van, daar hebben we wat meer. Ik sta op het punt van kotsen. Echt misselijk als de pest. Tijd voor de cijfertjes. En ja! Ja, jullie hoeven je natuurlijk niet af te vragen wat hier gaat gebeuren. Want het is verschrikkelijk. Het is misselijk maken, het is verschrikkelijk. Eén momentje, ik krijg even een opripsing. Risping. Oh, God, ik kan leuren. Het magie raakt wat overstuur van al die zoetigheid. Maar ik ben er weer. Ik ben weer terug. Hartstikke leuk. Tijd voor de cijfertjes, zoals ik al zei. Deze is helemaal niet te vreten. Dit is dus kokos met choco cake. Ja, nat als de pest, maar dat zijn ze alle drie. Dat hoort ook met cake. Alleen, ja, deze lijken wel gewoon ongaar. Nou, ze lijken alle drie wel ongaar overigens. En dan die choco cake, die proef je niet. Waarom? Door die overheersende scheidkokos. Dus je zit alleen maar op die kokos te kanen. En het is voor de rest, ja, troep. Misselijkmakende troep. Deze die krijgt voor mij echt een 3. Smerig. De kersencake is gewoon geen hol aan. Ja, het is een natte, normale cake waar geen smaak aan zit. En dan hebben ze een paar van die zure, zoete kersen opgemieterd uit zijn potje. En gedacht, nou, nu is het wel mooi geweest, nu zijn we wel klaar. Nog een heel klein handje van het amandelschaafsel. Hebben we het even verkopen, die handel. Ik zou zeggen, laat lekker staan, is het gewoon niet waard. Maar ja, het is een 5-4.
En nu denken jullie misschien, nou dan hebben we toch nog een voldoende te pakken met de worteltjestaart. Nee, want de worteltjestaart, ondanks dat hij niet zo heel vies is qua opbouw, dat er ook wel wortel in zit, dat hij niet meer en meer zoet is, hebben ze dat natuurlijk helemaal vernacheld met die gore, smerige glazuren bovenop. Zit je alsnog alleen maar verschrikkelijk kotsopwekkende bennen te vreten. En zonde. Dus deze krijgt ook een 5 voor de moeite, maar het was verschrikkelijk. Dus ik zou zeggen, laat lekker staan als je in de appie komt. En niet denken, oh ja, het is in de bonus, laat ik het dan maar kopen. Het is gewoon niet waard. Ja? Mooi. Ja.